Ik ben Serge Herma van de Jane in Antwerpen. Wij voeren een kaart met Zeeuwse invloeden en eclectische smaken. Dat zijn smaken van rond heel de wereld. Dus ja, we volgen ons hart. Mijn naam is Nick Bril van de Jane. Wij zijn 11 maanden geleden onze nieuwe zaak in Antwerpen gestart. Een zaak bedoeld voor een breed publiek. Twee concepten die we voeren. Het ene wat meer gericht op fine dining, dus het restaurant. En de uproom bar voor mensen die ook wat sneller of wat toegankelijker bij ons willen komen eten. Voor mij is Belgische gastronomie eigenlijk een cultuur. Het is een way of life. Mensen genieten enorm van lekker eten en drinken. Het zit er eigenlijk alleen van zoveel jaren ver. Ja, het is echt een Bourgondisch karakter. De mensen leven voor lekker eten en drinken en genieten. Dat zijn de mooie dingen van het leven, denk ik. Ik denk dat in 2050 mensen nog bewuster met voeding moeten omgaan. De hedendaagse tendens om gezond te eten, bewust te eten. Goed gefocust te zijn op afkomst, herkomst en hoe bepaalde producten worden opgevoed en worden herwonnen, gewonnen. Dat moet de focus zijn. Groentes, vegetarisch als main focus. En daarnaast het proteïnegedeelte vis en vlees als een zijproduct. Nodig om mensen te voeden, maar niet om alleen maar als delicatessen naar voren te brengen in gerechten en in een dagelijks menu. Dus de balans tussen een goede gezonde voeding, de balans tussen ook jezelf nog steeds te kunnen pleasen met iets verfijnds, waardoor de topgastronomie en de gastronomie op zichzelf toch zal blijven bestaan. En voor chefs als uitdaging om creatiever te zijn met groentes, creatiever te zijn met producten die niet schade aanrichten aan ons welzijn. Ik denk dat ik in 2050, zou ik wel niet meer in de keuken staan, denk ik. Ik denk dat ik dan met mijn rollator in Ibiza zit en dat ik alles van een afstandje bekijk. Maar dat ik ook wel kan genieten van het jonge talent en de jonge mensen die er gaan aankomen en die het gaan voortzetten. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik.